Hoe zal Jezus zich gevoeld hebben, wetende welk lot hem te wachten staat? Welk gesprek heeft hij dan met zijn God, met zijn maker, zijn vader? Jezus gaf zijn leven voor mij en dat raakt mij echt diep in mijn hart. En dat gevoel wil ik eigenlijk heel graag met jullie delen. Ik ben Pearl Josephson, ik ben zangeres en ik ben opgegroeid met zingen in de kerk. Thuis en in de kerk heb ik altijd heel veel gezongen. En later als professioneel zangeres heb ik ook heel veel mooie momenten mee mogen maken. Maar er is altijd nog één droom die ik had en dat is het maken van een paasalbum. Want het lijkt mij heel mooi om mensen een inkijk te geven in het leven en het lijden van Jezus. En door middel van 11 songs wil ik dat heel graag doen en opnemen. Maar dan is er nog wel één grote uitdaging. En dat is, je raadt het al, het kostenplaatje. Want een album opnemen kost nou eenmaal heel veel geld. En daarbij heb ik jouw hulp nodig. Koop mijn cd. Doneer via Voor de Kunst. En dan kunnen wij samen, door middel van mijn muziek, deze boodschap overbrengen. Ik ben dankbaar voor iedere cent die binnenkomt. Dankjewel.